De mensen hebben natuurlijk heel veel last van de herrie van die auto. Welke herrie? Nee, er stond net een, er stond iets vet hier zo voor en in het midden ongeveer van het stuk stond er een, want er is een stel hiervoor en die stond. En stond verderop stond er een man die stond allemaal gebaren te maken en alles. Dus toch vingerwijs en alles. Dus, dat was hier. Dat was hier, ja. Het zou me niet verbazen als we. Dus we zijn er nu voorbij. Nee, we zijn er nog niet voorbij. Ga je zo meteen wel even een seintje geven waar je eventjes gaspedaal kan indrukken? Het zou gewoon niet zo lekker 50 rijden, 60. Dat moet toch wel kunnen. Die grenste. Stond die beste man. En hier wil lekker rustig rijden. Moet even die Sobi even vooruit rijden. Ja, ik ga even van mijn gas af, dan staat hij even stil. Als je hier voorbij bent, kan je even gas trappen. Ja. Yes. Zo. Zo. De kant zo. Echt niet normaal. We zitten eventjes na de vrachtwagen zitten we van de kant hier zo. Hier even omwisselen. Ja. Even kijken. Indrukken. Ja. Juist. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Het zit achter ook nog heel ruim. Ja, nou, ook weer. Dan gaat hij misschien te snappen. Ik heb niet aan de schoen gekeken. Ik moet 10. Ja. Gaan we zo meteen. Bouwen. Hemeltje naar beneden. Het dak ook gezien. Oh, ja. Van tevoren. Heb je dat gezien? Nee. Zou hij eigenlijk een stukje openzetten? Kan je dat dak een stukje openzetten? Controls, sunroof. Ah, ja. Stoppen. Gaan we hier. Mooi, hè? Ja. Als je dan toch zo'n scherm hebt, inderdaad. Ja, ja, moet je het ook gebruiken alles. Ook. Ja, maar ja. Dat was hun idee ook. Ze willen zo min mogelijk schakelaartjes en toeters en bellen en noem maar op erin hebben. Als je bijvoorbeeld, in een Opel Ampera stapt, nou, daar word je doodgegooid met knopjes. Ja, en veel te veel knopjes. En je hebt ook een scherm, is ook weer een touchscreen. Dus ik heb zoiets van, ja, dat is dubbel op. Ja, zeker. Heel ruim. En nog wat meenemen ook. Dus 5 meter of zo, weet die auto gewoon of niet? Ja. Ja. Nou, dus en heb je voor heb je ook nog een heel ruim bagage gedeelte. Voorin? Ja, voorin ook. Er zit geen motor in. Nee. Trapgas maar allemaal erin. Follow. Yep. En als je dat doet, moet je wel remmen in principe. Dat, als je bespon binnen rond het, wat zal het zijn, 60, 70 kilometer per uur rijdt. Ja. En je hoef je in principe de rem niet te gebruiken. Want je weet op een gegeven moment precies wanneer je van de rem af moet gaan. Ja. Daar echt. Zet hem weer op hetzelfde plekje. Kunnen we weer even wisselen. Wat doet deze 4,4 naar de 100 of zo? Wat past? Ja, 4,4, 4,3. Ja.